Ik ben zelf van de Pomma's Vlaanderen en wij zijn een van de partners in een Europees samenwerkingsproject. ISE staat voor Innovative Sector Exchange. En vandaag op het netwerkevent hier hebben we bedrijven te gast uit Engeland, Nederland, Frankrijk om samen met onze West-Vlaamse bedrijven te netwerken voordat we de beurs bezoeken samen. Kennis te maken met de tafel van de beurs. Learning about people's experiences outside our country. Sur les développements de produits dans l'agroalimentaire. And if this network in these 2 days at Tavola can actually give people a few more contacts and a few more ideas, then that will really help build the exporting link. Ik vind het tot nu toe een hele goede beurs. Daarnaast goed kunnen netwerken over tijdens lunch. Dus al bij al is die nu al geslaagd inderdaad. There's lots to see here. Lots of really innovative ideas and new products. So looking forward to seeing the rest of it. The event's been very informative in terms of seeing the different products, different areas in terms of which we can actually see whether there's a marketplace for our product. Taking you on this food ecosystem road trip, so we're going to see what we have in our region of facilities to make the industry here more well-being. It's a really good insight, as we were explained here, that a lot of the vegetables and the fruits here are bought for export market. So yeah, I think it's a brilliant insight. Wel, het zijn voornamelijk voedingsbedrijven die er vandaag zijn en vind dat belangrijk als wij vanuit land- en tuinbouw innoveren, met nieuwe teelten bezig zijn, met nieuwe innovaties. Dan kan dat niet anders dan dat we dat samen doen met de voedingsbedrijven. Het is altijd een plezier om hier te komen en ja, de volledige Vlaamse industrie en onze mooie sector voor te stellen. Really interesting just to kind of find out what's going on in the Belgian market and see just how much science is going on behind the agriculture. Het is eigenlijk heel leerrijk. Ik heb enkele ideetjes kunnen opdoen vandaag dat ik ook zeker kan gebruiken naar de toekomst toe. Ik vond het een heel inspirerende dag. Ja, heel goed georganiseerd. It's been interesting, it's been busy and it's been fun.